De statenvals hebben lekker heel erg veel ruimte. Nog even gespiegeld worden. Lekker! Jongens, het wordt zo mooi. Zo vet. Oh my god. Op deze manier kan je wel het roze binnen laten opvallen. Ja, want nu valt het weer Nou, daar gaan we voor. De allereerste keer dips maken met de Maggi Mix. Wat een verschil. Dit is echt na een paar seconden. Bizar. Ik ga beginnen met de pesto. Woehoe, ga jullie. Kijk een mooi dikke plek. Lekker bezig. Zeg, kijk, iPhone daar. Lekker zit het nou. Lekker. Hoe leuk is dat? Zo'n cocktail met zo'n plankje. Ik wil eigenlijk even voor de muur houden. Zeg. Het is 1 uur 's nachts. Ik ging om 2 uur slapen. Toen opstaan en met de dag beginnen. En het is nu alweer bijna 2 uur. Wat een dag. Toen we starten kon ik wel janken even op een moment. Want er werd meteen een grote plank besteld. En ik deed er veel te lang over. En ik wist het niet. En ik werd gek. En ik dacht ik moet alles gaan schrappen op de kaart. En gelukkig was mij al lekker kalm. Sowieso was het echt heel leuk om het samen te doen vandaag. Maar zo moe en zo leuke meid die mij al best wel lang volgt. Nou, die woont in Zoetermeer en daar heb ik ook contact mee gehad als juf. En ze kwam met een vriendin een cocktail drinken. En zijn tot net blijven hangen en geholpen met nog vuilnis weggooien. En gewoon blijven omdat ik de vaat nog aan het doen was. En met mij en Mel gezellig gekletst. En dat soort avonden zijn zo leuk. We hebben tot nu toe zoveel leuke avonden gehad. Morgen is Mel er niet. Ga ik het met mijn schoonmoeder draaien. Gaat heel spannend worden. Wat er niet is, ga ik gewoon zeggen dat het er niet is. En nou ja, ik hoef natuurlijk niet alle dips nu te gaan maken. Maar we gaan het zien. Ik moet nu echt gaan slapen en douchen. Ik ben kapot. Pittig. Het was echt pittig. Maar we moeten gewoon nog even routine krijgen. Heel leuk hoor, maar heel moeilijk met z'n tweeën. Maar het is wel gelukt. Het eerste vlogbeeld. Hi. Hi. We hebben hulp. Lekker. Ik had Good morning, al wat rijst leeg. Nou, het is weer een nieuwe dag. Ik ben soep aan het maken, dip aan het maken. Nou, het knoflook zit erin. Lekker. Het gaat lekker vandaag, jongens. Het gaat echt goed. En gezellig. Zo. Yes. Zo, ready. Jongens, kijk even wie hier zijn. Hey. Mag ik even een interview doen? Ja, mag. Tuurlijk. Het is super grappig, jongens, want gisteren kreeg ik de tip om ze uit te nodigen. En toen zaten ze hier dus ineens. Ik wilde ze eigenlijk niet uitnodigen, omdat we pas net open zijn. Maar willen jullie vertellen wat jullie vonden? Ook de kritische dingen. Ja, nee, het is goed. We gingen er eigenlijk heen, omdat we hadden gezien dat je het toch open had. En ik dacht van, nou, wel leuk om iemand die je toch soort van kent via online of zo te supporten. Om te kijken van wat het is. Je bent toch een beetje nieuwsgierig ook. Maar ik vond het echt verrassend lekker. Ja, we hadden het video ook gezien van dat jullie dipjes ging maken. Ja. Oh, dus zo met mijn verjaardag? Gewoon, ja, en dat je ouders het ook proefden. Oh, leuk. Ja, dat willen we weten. Ja, het leuke is ook dat toen was ik ook heel benieuwd naar die paprika dip. En die is dus wel echt hoe iedereen enthousiast over was. Zo enthousiast ben ik er zelf. Vet leuk. Dus, echt leuk. Maar sowieso, ik vind het echt een leuk concept ook. We houden ook heel erg van borrelplanken en zo maken. En ja, ik vind het is wel slim om hierop in te spelen. Want mensen borrelen graag. En ja. Ik zie ook wel vaak, als ik een borrelplank maak, dat mensen vragen van hoe maak je dat? Wat doe je dan erop? En zo, terwijl ik doe niet eens zo heel veel moeilijke dingen. Maar doe jij gewoon zeg maar bakjes uit de supermarkt? Ja, maar ik wil wel soms ook dingen zelf maken. Ja.
Maar daar heb ik niet altijd zin in. Nee. Daarom wou ik dus beginnen. Omdat iedereen zo van borrel houdt, maar iedereen doet die 3 voor 5 euro bakje. Ja, ja, precies. Iedereen. Ja. En dan wil je eigenlijk iets anders bieden. Ja, 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 begrijp ik wel. Ja. Maar ik vind het sowieso, het ziet er echt goed uit allemaal. En je zegt zelf, het is een probeerweekend. Ja. Dus bijvoorbeeld die parmezaanse kaas dan op die dinges, op de zoete aardappel. Ja, misschien weten mensen ook nog de perfecte tip daarvoor. Ik had hem dus heel grof eroverheen geraspt. Hij kwam net uit de frituur. Ja. En het was nul gesmolten. Dus Alwin zegt van, oké, misschien die fijnere ras. Ja. En anders wel saus erop doen dat het daar aan plakt. Ja, dat zou je ook nog kunnen testen inderdaad. Ja. Maar over het algemeen gezien vind ik dat je goede producten gebruikt. En vind ik het is echt allemaal verrassend lekker. Echt leuk. Ik vind het zo grappig dit. Ja. Ja, zo'n goede reviewer. Ja, nee, maar... Ja. Oh, ja. Ja, maar ja. Alsof ik een video zit te kijken zo. Ja. Maar dan voor mijn eigen zaak. Ik vind het leuk dat je het ook allemaal... Want dat zie je dan in de video natuurlijk. Ja. Dat je zelf dingen gaat uitzoeken en testen. En dat je het zelf dan... Maar dan heb je er wel echt de goede dingen uit. Tenminste voor mijn smaak. Ik ben niet zo van bieten, maar ik vond de bieten echt heel lekker. Ja, grappig. Niet te overheersen, toch? Nee, helemaal niet. Nou, nee. Ja, ik vond hem echt heel lekker. Ja, er zit best wel veel tahin doorheen. Ja, ook van. Ja. Ja, dus ik vind hem een beetje pindakaasachtig effect hebben bijna. Ja, 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 precies. De sesampasta is natuurlijk best... Ja. Nou, nee, ik vind hem erg lekker. Dus tip, als je dit kijkt, vooral langs gaan, toch? Als je in de buurt bent. Om een mooi stukje van Zoetermeer te zien. Ook dat. Ja, en ons doel was dus om het hier een beetje wat hipper te gaan krijgen. Dus, ja, dat snap ik wel. Ja. Want, maar dat is ook wel leuk inderdaad. Doordat je, want we dachten, toen we het zagen, dachten we van... Maar waar zit ze dan in Zoetermeer? Want ik ken alleen maar het lelijke Zoetermeer. Ja. En toen zei jij ook van, ja, waar zit het dan überhaupt? En toen zijn we erachter gekomen dat dit er ook zit. Ja. Het ziet eigenlijk wel leuker. Maar iedereen zegt dat hier alleen maar oude mensen komen. Maar dat valt echt best wel mee. Maar wij willen wel dus de mensen die in Zoetermeer altijd naar de stad gaan. Ja. Dat die dan hier ook nu terecht kunnen. Ik heb respect voor je dat je het allemaal zo uit de grond hebt gestapt. Je moet er wel echt een doorzetter voor zijn. Om het te realiseren. Hmm. En zeker een horecatype. Maar daar ben jij volgens mij echt. Ja, misschien. Ja. Ik weet mensen, het niet. Je bent wel een mensenmens. Ja, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Ja. Ja, het is echt wel leuk. Nee, ik vind het echt een aanrader als je in de buurt bent, zou ik zeker een keer langs gaan. Dat is echt lekker. Thanks. Ja. Nou, we gaan Mel en ik ook even lekker eten. Hallo. Goedemiddag. Ik wilde 12:30 geslapen. Ik denk dat ik nu een beetje overga naar weer normale vlogs. Weet ik eigenlijk nog niet. Zo moe zie ik eruit, bizar. Het was wel echt een geweldig weekend. Het was echt geweldig vrijdag. De vlogs zijn trouwens super chaotisch, maar ik verwacht dat het wel iets georganiseerder gaat worden. Omdat het leven ook georganiseerder gaat worden. Wow, hoe leuk zou het zijn als mijn haar tot hier was? En dat het ook weer normale vlogs gaan worden op een gegeven moment. Dus ik denk, als we de opening voor vrienden hebben gehad, dat het een beetje het eind van de serie is. Maar ik weet nog niet precies. Maar dan wordt het gewoon echt mijn leven. En niet meer alleen gericht op deze serie. En dat zal dus heel veel natuurlijk de zaak zijn, mijn leven. Maar ook weer wat normalere dingen. Want daar is dan ook wel weer tijd voor op de maandag, dinsdag. Super lekker bezig op Instagram trouwens. Foto's van mensen. Zoveel leuke reacties. We hebben nu de openingstijden gedeeld. Woensdag, donderdag, 12 tot 6. We hebben gezegd tot 6 voor onszelf. Maar stel dat het druk is, dan gaan we gewoon langer open blijven. En willen mensen reserveren voor een groep of zo, dan kan dat ook. En ook op een dinsdag bijvoorbeeld, weet je wel. Maar we willen liever... ik vind het heel stom om zeg maar heel veel open te zijn en dan minder open te gaan. Ik ga liever van minder naar meer. En we moeten ook gewoon voor onszelf en ons eigen privéleven waken. Vandaag, ik had dus een vrijgezellenfeestje op zaterdag... Bruiloft op zaterdag. Dat waren dus vrije dagen, maar dan ben je niet echt vrij. Dus vandaag was de eerste dag dat ik echt vrij ben. En in je hoofd ben je wel met de zaak bezig, maar ik heb wel gewoon tot 12:30 geslapen zonder te denken ik moet opstaan. En dat was echt heel hard nodig en dan ken je dat. Dan juist op die dag ben je dan extra moe. Ik ga heel even de deur uit, even wat boodschapjes halen. Misschien ga ik ook weer eens een keer gewoon een wasje draaien, want Hil doet echt alles in het eentje hier thuis. Het was natuurlijk zo hectisch, ik was echt met niets anders bezig. Het is echt een chaos hier. Dus dat soort dingen gaan langzaam weer een beetje normaal worden. Ik ben echt heel blij met hoe dit weekend is gegaan. Vrijdag had ik echt tranen in mijn ogen. Vrienden van ons, vanuit vrienden van Hil, die kwamen als eerst bij ons eten. En ik had eigenlijk... Ik heb zoveel geoefend en in mijn hoofd alles berekend. Maar de echte planken maken heb ik niet gedaan voor we open gingen. Omdat het ook gewoon, dan moest je alles wel kopen. En dat was gewoon in verband met kosten, weet je wel. Dus alle dips zijn getest. Nou, dat hebben jullie gezien en overal over nagedacht. En ik heb heel vaak borrelplanken gemaakt, maar niet exact de plank van de kaart.
Dus ik was zwaar gestrest omdat het al veel te lang duurde. En ik zat, ik kon wel janken. Ik dacht, de kaart moet worden ingeboord. Toen zaten we nog met mijn schoonmoeder. Toen kregen we dus hulp. En dat was eigenlijk puur hulp. Gewoon achter mijn kont aanlopen en af en toe wat opruimen en afwassen. Dat is alles wat ze deden. Dat maakte zo'n groot verschil. En gisteren hadden we de schoonzus van Mel die hetzelfde werk deed. En toen merkten we wel van, op een drukke zaterdag. Of zondag was dus ook druk. Is dat wel heel chill als je zo iemand hebt. Maar we hopen dat we het nu gewoon even kunnen doen met... Misschien zijn er wel 8 verschillende mensen die ons af en toe willen helpen. En dan komt het neer op dat iemand 1 keer per 2 maanden helpt. Dus weet je, een keer heel, een keer de nicht van Mel, schoonzus van Mel. En mijn schoonmoeder, misschien is er steeds wel iemand. We hebben een hele leuke meid via Instagram die een dagje wil komen helpen. Daar kunnen we het dan mee doen. Want personeel is voor nu gewoon niet te doen qua geld. Maar ook omdat we het gewoon echt heel graag zelf willen doen. En wat ik zeg, de hulp die nodig is, hoeft eigenlijk maar heel weinig te doen. Qua bediening en eten redden we het zelf echt wel. Maar het is ook gewoon, je wil eerst heel goed zelf weten hoe en wat voordat je personeel gaat inschakelen, weet je wel. Dus, maar hoeveel we hebben geleerd, hoeveel ik die zaterdag met mijn schoonmoeder heb geleerd, is ook bizar. Gisteren stond ik er zoveel relaxer. We gingen om 1 uur open en toen was er niemand. Tot 2:10 was er niemand. En dat was zo'n chille start, want de dagen daarvoor zijn we super hectisch opengegaan. Dat echt de soep was niet klaar. Ik had nog 3 dips niet klaar, bananenbrood niet gepakken. En nu was het enige wat ik niet had, bananenbrood. Dat wilde ook niemand. Zoete dingen werden nog niet echt besteld. En verder was alles klaar en ik was zo chill. Er werd iets besteld en het ging eigenlijk super goed. Mel heeft lekker met haar cocktails kunnen oefenen. Dus gisteren verliep eigenlijk heel soepel, want de dag gaat zo snel. Ik had niet eens door dat het alweer voorbij was en... Op een gegeven moment was het dan weer rustig en toen een kwartier later stond het hele terras weer vol. Het was echt helemaal vol. Zo ontzettend leuk en ook heel veel reacties gevraagd en eerlijke meningen. En volgens mij vinden mensen het echt top. Dus ja, vandaag ga ik even chillen. Ik ga nu eventjes voor mezelf wat dingetjes halen. Want ik ook ben zoveel in winkels geweest, maar altijd dan zag ik iets, dacht ik wat ik nodig had. En dan dacht ik nee, ik ben nu voor de zaak bezig. Dus ik heb bijvoorbeeld al super lang weer nieuw ondergoed nodig en dat soort dingen. En mijn lenzen en daar kwam ik helemaal niet aan toe. Dus dat zijn van die dingen. Ga ik nu eventjes op de fiets. En dan ja, wil ik natuurlijk wel editen. Dat hoort ook bij werk. Maar daar kom ik niet aan toe op een dag in de zaak. Dus dat moet ook op deze dag gebeuren. Ik denk dat maandag echt een chill dag gaat worden. En dat dinsdag dan een beetje een dag gaat worden van editen. En misschien nog wat inkoop. En dan heb ik altijd op dinsdag zeg maar van 3 tot 5:45. Dus ook vrije tijd zeg maar, privé iets. Dus die hou ik ook vrij gepland. En dan kan ik denk ik na 5:45 misschien naar de zaak gaan om alles te gaan maken voor de dagen daarna. Dus voor de woensdag en de donderdag. En dan denk ik dat ik bijvoorbeeld op een donderdagavond weer de dingen maak voor het weekend. Zoiets. Omdat een donderdagavond dan nog rustig is. Weet je wel, dan maak je het op dinsdagavond voor woensdag, donderdag. En op donderdagavond voor vrijdag, zaterdag, zondag. Dat kan makkelijk. Zoiets denk ik nu. Maar je leert zoveel in die 3 dagen. Dat is niet normaal. Ik heb zoveel geleerd. We hebben de koelkasten omgegooid. We hebben zoveel aangepast. En, nou, top. En ja, ik dacht ik update jullie eventjes. Want ik snap dat het een beetje chaotisch is. Maar volg ons ook vooral op Instagram. Want daar delen we wel echt heel erg veel leuke dingen. Dus, oké. Vrije dagen. Be like. Voel je echt dat je ouder wordt? Ik geniet er nu van dat ik op de fiets naar een zetemol kan gaan halen. En mijn oud papier kan weggooien en mijn vuilnis. Vet grappig. Nou, was wel even lekker. Auto leeggeruimd, spullen gehaald voor de zaak. En nu lekker koken, maar ik ben zo moe. Toch lekker om, dat je hoeft denk ik niet per se vrij te zijn. Dat je niet aan het werk bent en ander werk doet, dat is denk ik op zich al genoeg. Dus ja. Ik had trouwens een leuk pakketje gekregen. Ik heb het al op Instagram gedeeld, dus ik laat het hier nog wel even kort zien. Allemaal hele chille producten, hier ben ik echt heel blij mee. Want ik heb dus heel veel pigmentvlekken, vooral mijn voorhoofd en bovenlip. Dus ik ken dit merk niet, dus het is allemaal van Boots. Dit kan ik heel goed gebruiken nu, dus die ga ik echt tijd voor maken vanavond. En dit is ook mega chill. Die ga ik ook meteen opdoen, een Brightening Sleeping Mask. Heerlijk. Dit, een Eye Hydrator. Nou, ook perfect op dit moment met mijn wallen en alles. Dit is dus, weet ik niet, zit hier nou capsules in? Ja, wow, dat ziet er echt... professioneel uit. Als ik dit soort dingen zie, voel ik me echt 30, weet je wel. Van die dingen die moeders gebruiken of zo. Wat leuk. Ik ga het ook echt allemaal gebruiken. Want meestal denk ik, oh, dat geef ik aan mijn vriendin, want het is zo mooi om cadeau te geven. Maar proven to instantly hydrate plum skin. Wat leuk. Die moet ik eigenlijk gewoon elke dag nu gaan nemen. Dat doe ik dan. Dus dan leg ik het weg, ga ik het niet gebruiken. Zo zonde. Dit heb ik al een keer eerder gekregen, nooit gebruikt. Want ik gebruik eigenlijk nooit een fixing mist. Maar dit is voor over je make-up. Ik gebruik daarvoor gewoon eigenlijk te weinig make-up. Dit is een chille spray die gewoon lekker fris ruikt.
Super chill. Dus ik ga eigenlijk gewoon alles direct gebruiken. En ook alles gewoon openmaken. Nou, deze nog niet. Omdat ik nu net die biodermal zonnebrand heb. Hiervan heb ik zeg maar eentje in mijn tas. Die was zo'n 1 plus 1. En eentje ligt hier als voorraad. Dus vind ik zonde om nu een nieuwe open te maken. Dus deze bewaar ik nog eventjes. Maar dit ga ik gewoon lekker hier zo zetten. Gewoon ergens in de keuken. Dat je dan nog even zo'n spreetje tussendoor kan opdoen. Dit ga ik dan wel in de cadeaubak doen. En dit ga ik lekker vanavond gebruiken. En dit ook. En dit morgenochtend. En helemaal leuk. Oh, dit ruikt mega chill. Ik ben altijd heel erg van dat zoete. Oh, dit is lekker. Ik weet niet of als je me langer volgt, weet je dat ik gek ben op sprays. Oh, dit is echt heerlijk. Dit ga ik serieus hier zetten. Hier heb ik een beetje zo mijn plankje in de keuken. Met al mijn troepjes en zo. Want ik toch van die plankjes hier hebben. En dan kan ik dat zo nog opspijten voor het weggaan. Zo. Het is heel erg, heel fris. Heel lekker. Echt leuk. Deze moet je trouwens niet slikken. Je moet het echt opsmeren, 's ochtends en 's avonds. Die ga ik niet nu gebruiken, want daarvoor ben ik nu te gehaast. Dus die ga ik even bewaren. Dat ga ik sowieso vergeten dan. Dit vind ik zo chill, zo'n gel voor onder je ogen. Daar hou ik echt heel erg van. Heerlijk ook. Use every morning and evening. Dat. Oh, I love it. Lekker klein potje ook. Oké, okay, ik ga er niet om stressen, maar ik heb een boete binnen. Zoals jullie misschien al weten, sinds ik verhuisd ben, ik sowieso veel minder salaris, omdat ik dus maar 2 dagen in de week vastwerkte. En sinds de zaak ben ik gestopt met werken en heb ik dus al maanden 0 euro salaris. En dan heb ik dus op het vrijgezellenfeestje van Ro laatst, blijkbaar door rood gereden. Ik was toen echt heel gestrest. Ik was te laat en ik moest op tijd zijn. 259 euro. Wow, dat kan ik echt niet missen, zeg maar, op dit moment. Dat is balen. En ook nog eens een waarschuwing, omdat ik blijkbaar die avond toen we uitgingen bij het Muntplein door een straat wegreed waar ik niet in mocht. Waarschuwing. Halleluja. Vet balen. Even een cocktailtje aan het maken. Ik ben helemaal geïnspireerd door Mel. Ik hou zo ontzettend veel van mijn vriend. Dat is niet normaal. En als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat we best wel een moeilijke start hebben gehad. Dat komt door allemaal externe factoren. Dat ligt eigenlijk helemaal niet per se aan iets van ons, maar meer door externe dingen. Het is zo leuk dat wij nu eigenlijk de fase die je normaal aan het begin hebt, die komt bij ons nu pas, weet je wel. Dus alles wordt bij ons nu gewoon zo alleen maar leuker, leuker, leuker en beter. Daar ben ik gewoon super blij mee. Ik ben echt helemaal gelukkig met hem. Dus dat vind ik zo fijn. In ieder geval, hoe kwam ik daarop? Oh ja, nou ja, ik had even zin om een cocktailtje te maken voor als hij uit zijn werk komt. Dus ik ben eventjes, ik heb sinaasappeltjes en aardbeidjes en zo. En dan heb ik een dragonfruit smoothie. Kijk hoe lekker van drakenfruit. En dan doe ik er dus Malibu bij. Ik heb gewoon verzonnen. Dan shaken. En dat smaakt echt mega lekker. Maar dan doe ik als hij komt nog even ijs erin. En dan ga ik het erin gieten. Het is heel lekker met appel, passievrucht en banaan. Echt mega lekker met kokos. Hi. Ik heb vandaag lekker wat dingetjes voor de zaak gedaan. Best wel vroeg op pad. Een beetje dingen rondom inkopen en zo. Dus lekker bezig. En nu ga ik jullie even wat kleding laten zien die ik van Chiquelle heb gekregen. Oké, dit als eerste. Ik vind het zo leuk. En het topje is eigenlijk 1 maat te groot. Want dit kan je dus perfect zonder BH dragen. Alleen hij moet... Ik moet hem nu heel erg naar achter trekken. Hij is echt net een maatje te groot. Dus ik wil hem eigenlijk als de volgende keer weer al mag bestellen. En de maat kleiner bestellen. Het is zo chill. Kijk, het is echt gewoon een heel, heel chill topje. En dit rokje heb ik ook gekregen. Super leuk ook bij elkaar. Ik heb hier glitter. Dus love it. Ik hou er heel erg van om zonder BH eruit te gaan. Maar het kan echt niet met elk shirtje. Maar met dit kan het eigenlijk prima. Dus heel leuk. Het is een beetje een soort gelig crème kleurtje of zo. En deze stof vind ik ook geweldig. Maar dit is dus echt een tiet platter, zeg maar. Dit drukt je tiet helemaal in. Dus deze zou ik denk ik juist wel met een BH moeten dragen. Kijk, vanaf de zijkant wordt het echt totaal geplet. Ik heb neus zonder BH. Want love zonder BH. Maar hoe mooi. En er zit hier een rits. Is niet echt nodig. En van achter is je dan het elastieke band. En hiervoor. Ja, het is echt super leuk topje. Deze had je volgens mij ook in het wit. Maar ik vind hem zo leuk. Hoe leuk is dit? Helemaal blij mee. Ja, en dit laatste topje is niet echt voor mij geschikt. Dit zou echt een leuk topje voor Lot of zo zijn. Dit is niks voor mij. Het is echt veel te bloot. En geen support. En veel te bloot hieronder. En weinig stof. Nee, dat is niet mijn ding. In ieder geval, dit vind ik echt geweldig. En ik wil hem heel graag in een maatje kleiner. Ik ben even bezig met wasjes draaien en opruimen. Want dit is mijn leven op dit moment. En ik ga vandaag eventjes mijn kast weer ordenen, wassen, draaien, dat soort dingen. Voor het eerst weer tijd sinds een maand of zo. Dit is trouwens hoe het er echt uitziet. Weet je, net zo veel nog mee. Er lag hier van alles gepropt. Dat heb ik ook nog weggehaald. Het is echt chaos.
Oh ja, dit top heb ik trouwens ook nog van Chiquelle gekregen. Dat vond ik net een beetje strak, maar als ik hem zo zie, kan dat eigenlijk wel. Ik vind, als ik dan bij haar erbij aandoen, dan krijg ik hier wat van die rollen. Vind ik niet zo mooi. Maar dit is wel een heel chill stofje. En misschien ook wel handig voor gewoon onder iets of zo. Het is gewoon, ja, wel heel chill. Nou, ik ben aan het opruimen. Smoothie met mango, papaya, lychee en guava en een dubbele espresso. Ja, eerste dag open. Nu krijgen we te maken met het feit dat mensen niet weten wat we zijn, want alles zit vol. En bij ons is het helemaal leeg. Oh my god. Ja, ik ga even een krijtbord neerzetten. Want de banner is ook weggehaald. Ik vond het te lelijk, maar nu weten ze helemaal niet wat wij zijn. Nou, voor het eerst met ons eigen vetvrije... Oh, daar ging mijn vork. Papi. Leuk. Lekker. Yummy. Lekker. We hadden het krijtbord buiten gezet en eigenlijk direct kwamen er sinds die mensen. Dus dat stopt en we zijn lekker druk bezig. En ik ga nu een deluxe plankje, een kleine versie maken. Die is best wel populair. Voor één persoon. Sowieso echt leuk om mensen zo te zien genieten van al het eten. En we mogen allemaal foto's eten maken van mensen. Dat is ook heel leuk. En heel veel mensen volgen ons. Ook echt heel leuk. Bakjes. Ik heb eigenlijk nog kleinere bakjes nodig. Want voor de één persoon is het eigenlijk steeds te veel. En ik vind het alleen maar leuk dat mensen steeds reageren met... Oh my god, zo veel. Want ik heb liever dat mensen te veel hebben dan te weinig. Paprika dip, de populairste. Allemaal vers gemaakt. We moeten het toch echt wel hebben van Insta hoor. Want er komen heel veel mensen op af. Terwijl het meisje helemaal vergeten om te vertellen wat erop ligt. Kan jij vast naar die tafel van de plank sowieso een setje servetje en vorkje geven? Oh, daarna. Ik ben nog wel even bezig. Oh, zo lief. Dankjewel. Wat is het? Oh, wat misten we nog? Wat? Een tafel, een bloemetje. Ja. Wat leuk. Maar deze komt niet op tafel hoor, want we hebben er niet genoeg van. Nee, hier binnen nog. Ja. Oh, lief. Dankjewel. Ons eerste cadeau. Nee, tweede. Oh ja, tweede. Weer lekker plankje. Lekker. Lekker. Hallo, lekker. Kijk, een vegan kaas en normale kaasplank. Dat is toch leuk? Wat een dag gisteren. Ik ga heel erg mijn best doen om jullie echt mee te nemen in dit proces. Het is lastig, want we hebben zeg maar... Gisteren was ik er om 10 uur. En ik was 1:30 thuis. Dus we hebben gewoon... ik heb gisteren 15 uur gewerkt. Letterlijk zonder pauze. Op het einde heb ik misschien 5 minuten eventjes op een krukje gezeten. Wat ik nu probeer te doen is als ik naar de zaak ga... in ieder geval opgemaakt aan te komen. En met een koffietje en iets te hebben gegeten. Want als je daar aankomt is het gewoon meteen bam. Weet je, 2 uur van tevoren daar zijn is niet eens op tijd genoeg. Hey, Candy Break rijdt voor me. Maar ja, gisteren kwam ik daar dus aan zonder koffie. Koffie heb ik daar wel gezet, half opgedronken, zonder te hebben gegeten. En het eerste wat ik at was volgens mij om 10 uur 's avonds een banaan. En toen kregen we van Fabiola een broodje kipkerina. Die at ik echt rennend op terwijl ik naar de opslag moest lopen, want in de opslag waren de stoppen doorgeslagen, dus onze hele vriezer en koelkast hadden geen stroom, wat vet erg is, want ik had hele erge inkopen gedaan en dan zou alles onder de euro's zouden verpieteren. Dus gelukkig was het opgelost, maar dan echt zo daar heel lopen snel een broodje eten. Nou ja, dat was dan het eten. Ook drinken doen we veel te weinig, is echt niet goed. En dan zitten we Red Bull te drinken omdat we zo moe zijn. Het is echt eigenlijk zo ongezond, maar goed, het is wel leuk. Het was heel pittig. Ik dacht dus dat er niemand zou komen. Wat ik al zei, toen stond dat bord buiten. En in één keer, zonder dat je door, boom, helemaal vol. Mensen moesten we ook weigeren. We zaten gewoon letterlijk vol. Binnen was het vol, buiten was het vol. Gelukkig kwamen toen Heel en Bart, dus onze vriendjes, mannen, kwamen toen gelukkig net op het drukke moment. Dus die hup weer in de keuken. Want op drukke dagen, gisteren was dus Moonlight Festival Braderie, dus het was allemaal tot 10 uur 11 uur helemaal open daar, heel druk. Op drukke dagen moeten we iemand in de keuken hebben die gewoon de afwas doet. Zeg maar schoon erin, vies erin, schoon eruit. Dat is heel erg belangrijk. En weer alle dingen achter ons aan opruimt, maar het is niet normaal hoeveel je moet opruimen.
Ik ga nu ook naar de Hanels en ik ga ook weer een paar bakjes bijhalen. Want op drukke momenten moet je gewoon veel bakjes hebben. Omdat het gewoon allemaal vies is en je geen tijd hebt om het allemaal uit de vaatwasser te halen. En dat soort dingen. Dus dat. En sowieso garneringen voorsnijden, groenten voorsnijden, fruit voorsnijden. Dat is allemaal zo ontzettend belangrijk. Brood voorsnijden. Maar ook dat. Je wil niet te veel voorsnijden, want dan wordt het oud of slap. En op zo'n drukke dag gaat het gewoon mega hard. Alle boter was er doorheen. Het vis is op, er is heel veel op. Dus ik heb een nieuwe bestelling geplaatst bij Macro. Dat komt dan morgen. Nu ga ik eten halen ook nog bij de Hanels. Dan ga ik langs alle andere plekken om eten te halen. En dan heb ik 1,5 tot 2 uur om al het eten af te hebben. Dus ik moet eigenlijk alle dips maken, soep, nou ja, heel veel. En Mel gaat dan even de drankvoorraad checken en aan mij doorgeven wat ik moet bestellen. En ook de drank even bijvullen. Nou, we hebben sowieso vuilnis, wat ook heel lastig is om weg te gooien, want we hebben geen bak. Dus dat moeten we steeds mee naar huis nemen. En we zitten steeds ook wel 2 uur na sluitingstijd nog schoon te maken en op te ruimen. Het is heel laat thuis. En vandaag hebben we dus gezegd dat we om 3 uur open gaan in plaats van om 12. Omdat we gewoon te veel moeten doen. En dan gaan we dus weer tot later open. Maar ik verwacht dat het vandaag niet zo druk gaat worden hoor. Maar goed, dat is het leven nu. Dus ik moet hier ook naar de rechtscar. Ja. Even naar de Hanels is op zich ook wel lekker nu. Even daar lopen, wat dingetjes halen. En ik heb nog een vriezer achter in mijn auto die ik moet terugbrengen. Dus lekker druk. Echt slaapsupport, maar ja, het is wel heel leuk. En we hebben echt een vette omzet gehad gisteren, wat heel fijn is, want we hebben het zo erg nodig. Mensen zijn ook zo lief en ze geven fooi. En ik zeg ook altijd, oh, heel erg bedankt als iemand fooi geeft, want ik waardeer dat gewoon heel erg. En ik vind dat soms als je in de horeca fooi geeft en iemand zegt gewoon, ja, oké, denk ik van, hallo, het is toch fooi. Dus ik uit ook wel mijn dankbaarheid ervoor, want ik vind dat gewoon super lief. De fooiepot zit ook wel lekker vol. En ja. Nu naar de Hanels. Gaan we weer. Lekker. Nou, het is heel rustig vandaag, jongens. Ik heb wel een Big 35% personen gemaakt, dus dat is leuk. Dus ik ben nu eventjes lekker dingen aan het doen. Dat is wel chill. Kijk, we hebben dan ook geen heel weinig omzet. We hebben 130 euro of zo. Maar nu heb je dus wel tijd om dingen te doen die heel chill zijn om te doen. Zoals de doos, de megadoos lumpia's. In zakjes sorteren, weet je wel. En garneringen snijden. Een beetje kletsen. Het is echt wel... Kijk, het moet niet elke dag zijn natuurlijk. Maar we hebben gewoon die naamsbekendheid nog niet voor het... We hebben best wel wat Insta-vloggers, maar de mensen die hier nu aan het eten zijn... Die weten niet dat je bij ons ook kan eten. Dus... Wat wel heel fijn is dat iedereen die hier is geweest super enthousiast is. En dat mensen ook al terug zijn gekomen in die hele korte tijd dat we open zijn. En wij gaan ondertussen gewoon even lekker dingen uit de frituur testen. We gaan even lekker avocado fries. Dat staat niet op elkaar. Maar hebben we wel. Lekker pedo garnaaltjes. En we zitten hier met Fabiola van Cake That Cake. Die voor ons de gebakjes maakt. Dat is ook gewoon even gezellig. Weet je, we kunnen ook naar huis gaan. Het is 9 uur 's avonds. Maar ik ga straks even de aioli maken. Dat moet ik dan morgenochtend niet doen. Ik ga liever nu nog even door. Dat ik morgenochtend gewoon lekker. We gaan om 1 uur pas open. Gewoon heerlijk. Hey, hebben mensen gisteras? Is dat leuk? Oh my god. Kijk, een mega groep. Oh my god. Nou, ineens hebben we even mannen die bier komen zuipen gezellig. Kijk, zitten we toch alweer op bijna 90 euro aan drank. Hey. En? Ik kan goed oefenen met mijn skills om te lopen. Ja. Rozemarijn, citroenboter, lekker. Het is bijna 12 uur naar huis rijden. We hadden eerder naar huis gekund, maar uiteindelijk hadden we toch een tafel met 8 mannen. En hebben we toch nog eventjes bijna de opzet verdubbeld. Dus dat was super chill. En het chillen daarin is, ze drinken alleen maar bier, dus dat is lekker makkelijk. Gewoon een beetje gezellig, lekker makkelijk biertje brengen. En dan kan je ondertussen van alles doen. Dus we hebben lekker kunnen opruimen, schoonmaken en wat chill kunnen voorbereiden voor morgen, weet je wel. Zo prettig. Dus ik heb komkommertjes gesneden, worteltjes gesneden, paprika. Zelfs al plakjes zalm ligt klaar. De worst zit al netjes in bakjes. Brood niet, en dat wordt dan oud. Maar we hebben hier... Mel neemt nu alle vieze doeken mee. We hebben echt per dag 2 van zulke bakken vol met vieze doeken. Want ja, thuis verschoon ik zo'n doek niet zo snel. Maar in de horeca moet dat gewoon. Het wordt gewoon heel erg snel vies. Het is bizar hoeveel je opruimt op een dag. En ik heb dan allemaal vuilniszakken hier bij me die ik moet wegbrengen. Want we hebben nog geen bak.
Dus ja, ze zijn we lekker bezig en ik heb alle boters gemaakt en ik heb het nu dus in spuitzakken gedaan. Het is wel moeilijker om het erin te krijgen, maar uiteindelijk om bakjes boter te vullen is het wel handig. Ik weet nog niet of ik het echt handiger vind dan zo'n wekpot, maar qua ruimte in de koelkast is zo'n zak in ieder geval wel handiger. En dan moet ik morgen alleen nog even, de soep heb ik gemaakt, ik moet weer nog even aioli maken en een nieuwe bietenhummus en een erwtenmunt dip. Dus drie dips. De aioli hoeft niet per se trouwens. Die staat niet vast op de kaart. Jawel, die staat ook vast op de kaart. Dus drie dips nog. Dus nogal iets. Maar ja, dat heb ik in een uurtje gedaan. Dus dan gaan we pas om 1 uur open. Hoef ik eigenlijk pas om 12 uur op de zaak te zijn. Alles opgeruimd. Heel chill. Fijn. Dus dat is wel het voordeel aan een wat rustiger avondje. Minder omzet, maar wel relaxer beginnen morgen. Hi. Hoe? Oh, ik moet mijn geheugen. Ja, ik wou dus vloggen en toen was het preugelkaart vol. Nu is hij weer ruimte gemaakt. De planning was dus vandaag even uitslapen. Dus alles, daarom gingen we gisteren tot later door, volgens mij had ik dat verteld. Maar nu wordt macro bezorgd en moet ik zelfs nog vroeg naar de zaak. That's life. Ik moet nog even opmaken. Koffie heb ik gehad. Geheugenkaart is weer vrij. Macro komt nu. Wijn wordt ook nog bezorgd van Bonenkamp. Dan rijd ik even met de macro naar de opslag. Want daar hebben we dus heel veel lege kratjes staan die zij dan meteen meenemen. En alles wat we hebben besteld staat dan daar. En dan kan ik vanuit daar weer kijken wat hierheen moet. Dus ik ga even lege kratten ook nog mee, daarheen meenemen. En dan scheelt het ook weer in de opslag. Dus yoghurtdip, erwtenmuntdip, bietenhummus zou ik nog kunnen maken. Aioli en nog een bananenbrood eventueel. Ik heb die nog niet gemaakt, omdat er niet echt vraag naar is. Ik denk sowieso dat het gebakje van de week ook van de kaart gaat, want dat kost veel tijd en er is gewoon heel weinig vraag naar. Mijn broek was ik nu steeds als ik thuis kom in de douche, dus stap ik meteen in de douche, bloedheet. En die is elke dag nog zeiknat en die ligt daar te drogen en mijn blouse ook. Het is even lekker dat zweet eruit, maar geen tijd om wasje te draaien 2 uur 's nachts. Nou, dat is wel grappig. En nou, ik hoop dat het maken ook zo komt. En dan morgen maar eventjes uitslapen of zo, want dan is wel echt alles helemaal voorbereid. Je hebt altijd dingen te doen, maar het was lekker om nog even te slapen. 30 graden wordt het vandaag, 29, echt. Oh my god, en dan ineens heb je nog maar een uur en een kwartier voordat je open gaat, hè? Ik ga nu pas beginnen met dingen maken en ik moet ook nog dingen uitruimen. We waren in de opslag, waren alle kratjes verkeerd ingedeeld. Alles moet echt bij elkaar. Cola bij Fanta en dan kan Royal Club en Iced Tea samen. Chocomel en Frisky Tea, water bij water. Amstel en Heineken bij elkaar. Ergens wist ik het al, maar ik dacht dat het misschien niet uitmaakte. En toen hadden we geen geld op de rekening staan. Dus moest ik van mijn eigen geld overboeken. Ja. Horeca live, jongens. Nu ga ik aioli maken. Maar Mel heeft dus eiwit nodig voor haar Porsche Martini. En ik heb steeds eigeel nodig. Vet zonder om het weg te gooien. Dus ik ga even het eiwit voor haar dan vast scheiden. We gebruiken ook biologische eieren. Dat is super duur. En sowieso is het zonde om weg te gooien natuurlijk. Aioli blijft op zich ook wat langer goed. Zo'n bietenhummus, zo'n erwtenmunttip, die blijven wel heel kort goed. En er is ook heel weinig vraag naar. Dus ik moet echt kijken wat we daarmee moeten. Maar zo is de gedachte van mij, nu moeten de brunchplanken niet weg. Hoe leuk het ook is en hoe goed er ook op gereageerd wordt. Of het moet heel erg worden ingekort. Want het zit, ik weet je, die kant-en-klare producten. Die je gewoon in de winkel koopt, dat is allemaal niet zo erg. Het zijn dan gewoon allemaal verpakkingen die je thuis ook koopt. Weet je wel, het zijn geen grote verpakkingen. Dus dat is prima. Maar al die dips waar ze uit kunnen kiezen. Daar zit ik wel vast aan het maken van die dips. Zal die dips niet zoveel besteld worden. Want vegan is gewoon niet populair hier. Had iedereen al gezegd, maar ik wil toch een kans geven. En dat is ook heel leuk. Alleen je moet wel alles maken en hebben. Ik denk dat in de horeca heel veel mensen geen biologische eieren gebruiken. Het is echt zo duur. Maar het moet echt biologische melk en biologische eieren. Het moet gewoon. Ik denk nog wel dat we nog lopen. Hoe mooi het eruit ziet. Ik vind aioli zelf eigenlijk best wel goor. Het smaakt daar helemaal niks. En alleen, oh, ik moet echt opmaken. Door de knoflook en de zout en peper begint het dus lekker te worden. Dan moet je dus heel langzaam met zonnebloemolie. En dan wordt het uiteindelijk aioli. Het is 2:30 en we hebben nog niemand op ons terras gehad. Ik ben nu een dip aan het testen met deze vegan kaas. Erwtenmunt, knoflook. Oh ja, citroen. Deze dip is echt heel lekker geworden. Mooi dik ook. Yummy. Oké, okay, de Big 35 en ik ben aan het timen hoe lang ik erover doe. Waar is mijn kaal van weg, hoor? Oké. Okay. Oh, ik dacht dat je Mel was, joh. Gaat goed? Ik ben je plank aan het maken. Lekker, ik heb honger. Ja. Goed zo. Ik ben aan het timen hoe lang ik erover doe nu. Oh, goed zo. 4,5 minuut zitten. Zou je dan niet zo? Nee, wil je niet storen? Nee, dat is goed. Is jou alles goed? Sta je nog steeds op je sokken of zo? Hè? Ik? Ja, jij.
Ik heb slippers aan. Aangezien de schoenen daar lag. Ik moet mijn werkkleren nog aan. Wat heerlijk deze voorgesneden bakjes. Ik ben helemaal blij. Echt veel chiller. Dat scheelt een hoop, hoor. Het scheelt echt zoveel. Bizar. Ook met weer terugzetten in de koelkast. Soepje. Is warm. En de boter nog. Kom op, boter. Smelten. Oh my god, ik ben echt al heel lang bezig. Lekker bezig. Parasolen halen. Want niemand gaat bij ons zitten nu. Mel, kijk, ze wat blijer. Zojuist 3 van deze planken tegelijk gemaakt. Nou, we zijn lekker bezig hier. Succes, hè? Jongens, wat een planken gaan er weer vandaag. Nou, dan denk je, ik heb alles vanmorgen lekker gemaakt. Maar ik moet wat weer allemaal nieuwe dingen gaan maken. Dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Huppakee. En weer de volgende. En weer de volgende. En weer de volgende plan. Lekker screaming orgasm heb jij gemaakt. Shotje sambuca voor het hele terrasje best. Woehoe. Zo leuk, I love it. Ik heb een screaming orgasm met havermelk. Heel lekker. Het is zaterdag en we zijn lekker bezig. Iced coffee. Met 1 shot karamel. Lekker. 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 How pretty. Lekker. Zo jongens, toch nog even wat vloggen. De dag zit erop. Het was een rustige dag, maar we hadden wel een reservering voor 10 man. Het is 9:15. Het is lekker vroeg. Mel is al weg. Ja, we gaan nu natuurlijk 2 dagen dicht. Dus het moest echt netjes worden achtergelaten. Dus ik heb al het licht al uitgedaan. Maar het is nu weer netjes. Daar zat dan schone vaat nog even te drogen. Licht en uitstaat was er gepompt. Maar ik heb allemaal to go to go. Nou ja, allemaal. 3 vegan borrelboxen. En nog 1 normale borrelbox. We hebben eigenlijk steeds heel weinig over. Alleen voor nu denk ik dan ja, dan volgende week weer lekker alles vers maken. En ik heb lekker dingen mee naar huis. Ook gewoon lekker fles wijn, weet je wel. Ik bedoel, zo chill. Hey. Bijvoorbeeld deze wijn. Ja. Die is gisteren open gegaan. Nou, dan neem ik hem lekker mee naar huis. Hi, wil je in de vlog? Nee? Dus Mel heeft dingen mee, ik heb dingen mee. Ik ga vuilnis weggooien en dan lekker naar huis. Nou, lekker. Ik denk als we nu nog open waren gebleven, dat echt nog wel misschien mensen die nu uit Joven kwamen of uit de Griek, dat die nog wel bij ons een cocktailtje hadden willen drinken. Maar we hadden 4 uur reservering van 10 en die gingen om 7:00 weg. En de mensen van 7:00 hadden afgezegd, dus we hadden ook iets van ja, lekker opruimen en gaan. Dus nou, ik heb er lekker een flesje rosé mee, een flesje rood en wat verse sinaasappelsap en nog wat zalm. Nou, we hebben zelf net nog lekker die luxe zalm van de borrelplank lekker opgegeten, weet je. Mensen gooien eten weg in de horeca, maar je kan het op to-go zetten of we nemen het mee naar huis. Mel heeft kinderen, dus zij neemt lekker broodbeleg mee en zo. Ik heb een heel lekker olijfbrood mee. Ja, het is natuurlijk omdat het onze eigen zaak is, is het ook anders. Kijk, als je ergens werkt voor een baas is het anders, maar dus zeg maar het brood dat wij nu mee naar huis nemen hoeven we ook weer niet te kopen voor onszelf privé. Dus zakelijk en privé maakt in die zin niet zo heel veel uit voor ons, zeg maar. Dus ja, lekker. Ja, ik wil ook gewoon niet, zeg maar, wijn die gisteren open is gemaakt, rode wijn. Ik zou woensdag nog wel kunnen, maar denk ik, ja, ik weet niet. Ik weet niet. Dus ik wil gewoon daar echt heel erg voorzichtig mee zijn. Ook een dip, denk ik. Ja, ik heb alles lekker in bakjes gedaan en op de good to go gezet. Gewoon de week weer fresh starten met verse nieuwe producten. Brood had ik ook kunnen invriezen, maar ik vind het gewoon zo belangrijk dat we gewoon echt lekker vers brood erbij hebben, weet je wel. Dus ja, alle reacties zijn mega goed op de cocktails die Mel maakt. En op de planken die ik maak, echt zo leuk. Leg op social media mega veel reacties en loopt echt super goed. Dus oh, lekker joh, ik heb lekker deze wijn mee. Ik ga mijn vriend lekker deze wijn drinken en dan ga ik lekker die rosé drinken.
filmpje kijken, ben ik 9 uur thuis en hebben we nog een keer een avondje samen. Ik ben echt helemaal kapot van deze week. Het was ook natuurlijk heel zwaar, maar ook zwaar slaaptekort. Dus volgende week denk ik dat ik wel minder moe ben. Het was wel heel erg leuk. En vandaag wat rustiger. En daardoor kon ik dus alles voorbereiden. En ik ontdek wel steeds meer wat werkt. Dus het eten wat ik nu zeg maar moest maken, het was heel weinig. Maar het ging wel echt veel sneller. Dus ik krijg er steeds meer handigheid in. Dus dat is toppie. En ik heb weer lekker vuilnis naast me. En morgen, ik wil echt proberen om maandag en dinsdag echt niet naar de zaak te gaan. Dus echt wel dingen voor de zaak doen, maar niet daarheen. Dus als ik inkopen ga doen, oké, maar waar ik het gewoon even in mijn eigen koelkast of zo. Ja, ik weet niet. Ik wil proberen om echt vrij te nemen van daar zijn. En ik wil een video gaan editen. Dus, en alles even laten bezinken en de brunchplanken gaan dus weg. Dat vertelt altijd, maar dat is echt eigenlijk vanwege de ruimte. Het scheelt heel veel inkoop. Dus dan heb ik geen roomkaas, zalm, gerookte kip, carpaccio, avocado, maar ook vegan bacon, vegan grillworst. Dan hoef ik niet per se de bietenhummus te maken, de erwtenmuntdip. Dan hebben we geen al die verse kruiden nodig de hele tijd. De koelkast ligt gewoon helemaal vol. Plus borrel en brunch door elkaar heen is lastig. Dus dan was het zeg maar tot 3 uur brunch. En we gaan pas 12 uur in er open. Dus het is leuk. Mensen zeiden ook echt van, oh wat jammer dat je het weg doet. Want ik vond het super leuk dat ik zo mijn eigen broodje kon maken. Maar die mensen vinden de borrel ook super leuk. Dus dat komt wel goed. Dus ja, dat scheelt wel heel erg. Het scheelt mijn hele bovenste plank en onderste plank in de koelkast. En daardoor heb ik nu bijvoorbeeld de huisgemaakte boters vast vanuit de spuitzak in bakjes kunnen spuiten. En vast klaar kunnen zetten, weet je wel. Omdat daar nu ruimte voor is. Het scheelt en inkoop en 2 soorten dingen door elkaar moeten maken en ruimte in de koelkast. Dus ja, en borrel is genoeg, er wordt zo leuk op gereageerd, dus ja. Hey jongens, misschien heb je het wel op Instagram gezien. Ik heb vanochtend lekker goede tijden, slechte tijden gekeken. Tot 10:30 geslapen, voetmaskertje. Mijn schoonmoeder was er nu net, die komt eventjes helpen met schoonmaken. Omdat ik natuurlijk elke dag weg ben en mijn vriend moet ook elke dag werken, dus... Vet lief. En toen zei ik, wil je niet even gezellig komen eten? Dus ik ga nu even dingen doen, zoals de vriezer terugbrengen en wat inkopen en dingetjes. En dan even kijken wat ik ga koken. Dus ik dacht eerst van, ik wil nooit meer koken, want ik moet elke dag koken in de zaak. Maar dat is natuurlijk niet echt koken, het is wel anders. Dus ga ik even wat lekkers koken. Even gezellig, want ik heb ook niet echt tijd om hun echt te zien. Weet je, dan komen ze langs. Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor ze, dus dat vind ik wel even leuk. Ze zei, ben je dan niet te moe of is het niet te druk? Maar nee, gezellig. Dus ik ga even mijn ding doen. Het is zo chill dat je elke dag werkkleren aan moet. Dat je niet hoeft na te denken wat je aan moet. Dat ik nu echt niet weet wat ik aan moet. Op een vrije dag. De werkkleding die zit echt super chill. Check. Zulke aardige mensen hier. Oh my god, bij automaterialen UPS Access Point is het meer. Ze gingen me en helemaal helpen met het ding binnen op elkaar zetten. En ik was mijn retourlabel kwijt die echt al 2 weken geleden geprint was. Maar ik weet niet waar die is. Heeft hij hem voor me gratis nog een keer geprint en erop geplakt. People are zo aardig ineens de laatste tijd. Oh my god, hoe lang ben ik hier niet geweest? Ik ga 12 dingen passen. Maar... Nou, het eerste exemplaar is al prachtig zoals je kan zien. Jezus, mine. Dit vind ik echt een heel leuk blusje. Hij is net te groot en iets nieuws vinden. Maar je andere maat gaan zoeken in de Primark is dat best wel een gedoe. Dus knoopje dicht doen. Maar de kwaliteit is wel echt zo een beetje crappy hoor. Ja, Primark. Maar soms hebben ze ook wel goede kwaliteit. Het is me heel erg doorschijnend, maar ik vind hem wel heel leuk. Dus ik ga misschien even een maatje kleiner zoeken als ik zin heb. Oh, ik wil zeggen dat vind ik heel leuk, maar het staat niet. Dit zijn de dingen die ik echt heel leuk vind. Nou, als jurk ziet het er niet uit. Als jasje is het wel weer leuk. Als jij me al langer vocht, een beetje wat ik hiervan hou. Maar ik vond hem heel leuk staan. In de camera vind ik hem nu echt heel lelijk. Nee. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ja, wat ga ik ermee doen? Dit vind ik ook leuk. Maar dit vond ik als jasje ook wel leuk. Maar als blouse vind ik hem weer net een beetje vormloos. Maar als ik hem kleiner neem, trekt hij weer, weet je wel. Dus, maar als jasje vind ik het zonde. Kijk, zoiets, gewoon een topje met zo'n geel jasje erover, dat vind ik wel leuk. En ik heb best wel wat van dat soort korte topjes, maar zo vind ik het dan leuk. Maar het is eigenlijk een blouse, dus eigenlijk zit het dan weer zo. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik hou gewoon van blouses en van leuke kleurtjes.
Dat vind ik ook wel leuk, maar ik heb hem nu dus geknoopt. Hij is eigenlijk vet lang en mijn batterij is leeg. En dan kan je denk ik neem ik een maat kleiner, maar dan zit hij gewoon ook niet echt. Ja, deze kan wel een maatje kleiner, maar dan is hij alsnog veel te groot. Jammer, want dit is echt super leuk. Dat hij zo was. Oké, ik ga lekker cannelloni maken met cotta spinazie vulling. Met een uitje en wat knoflook. En dan doe ik daar overheen nog tomatensaus met biologisch rundergat. Oh, dat slaat helemaal. Hier lekker gehakt aan bakken. Hier de spinazie. Gewoon spinazie met knoflook en ui. En dan wat erbij scheuren. Dat het lekker slinkt. En dan twee pakken ricotta. En twee zakken spinazie. Misschien is het net te weinig ricotta, maar... Lekker, met veel spinazie. Lekker, mijn schoonmoeder heeft lekker geholpen met rolletjes vullen. En dat past echt perfect. Precies genoeg, echt hoe dan. Dan lekker royaal dit eroverheen. En dan nog twee keer buffelmozzarella eroverheen scheuren. En nog wat parmezaan. En dan weet ik even niet hoe lang hij erover moet. Het duurt dat best wel eventjes voordat die rolletjes gaar zijn. Maar omdat er nu ook warme vulling in is gegaan, is gaart het ook vast een beetje. Lekker. En de bodem goed insmeren, zodat er niks aankoekt. Ik heb hem ingesmeerd met olijfolie en toen met wat saus. Zorg dat alles goed bedekt is. Lekker jongens. Oh, kijk nou hoe lekker. Het is al even mijn lievelingsgerecht, maar ik heb het zo lang niet gemaakt. Dit trouwens, ik had echt één rolletje over, wat paste precies, maar dit zijn ze. Dit is alles wat er dus van over is, van echt een mega ovenschaal. Het ziet er nu niet meer lekker uit trouwens. Maar het zijn dus echt van die rolletjes. Ja, het ziet er nu heel goor uit. Maar je zag echt heel mooi die rolletjes zitten. Het was echt perfect gelukt. Wat ik al zei, ik dacht dus dat ik dan nu door de zaak nooit meer zin zou hebben om te koken. Maar het is gewoon niet echt koken wat je doet in de zaak. Dus ik vond het eigenlijk juist leuk om weer gewoon juist iets normaals te koken. Ja. Oké, okay, doei. Even hier verzamelen gaan. We zijn hartstikke trots. En nu staat ze in de keuken. Kan ik voor het eerst voor je verdelen? We krijgen allebei als eerste salades.